Het was een tocht vol bloed, zweet en tranen, want lopen voor de Hersenstichting, dat doen de mannen niet zomaar. Allebei hun moeders hebben namelijk een hersenaandoening. En dan is het extra speciaal als je bij het laatste stukje gezelschap krijgt van een heel bijzonder iemand. Dat is mijn moeder geweest. Die heeft het laatste 1,5 kilometer meegelopen. Symbolisch, eigenlijk was het een symbolisch dingetje, omdat het nu was. Het einde van de tocht. En dat maakt het ook wel speciaal, moet ik zeggen. Dat was toch wel bijzonder. Ja. De moeder van Frey kon er helaas niet bij zijn. Zij heeft een hersentumor en was te ziek om de reis naar Portugal te kunnen maken. En dat zorgt voor een dubbel gevoel bij de finish. Als je dan twee kinderen ziet die toch als kind een hoop ellende meemaken en dat om kunnen zetten naar een positieve daad. Ja. Dan doet dat als ouder heel veel goed. Toch? Ja, dat zo. Ja, ja. En dat geeft een goed gevoel, maar ook een verdrietig gevoel wel eens. Hè? Tim en Freek zijn apentrots op de 20.000 euro die ze ophaalden voor hun stichting Wereld Zonder Kopzorgen. Toch zijn ze blij dat de wandelschoenen nu eindelijk uit kunnen. Het was vrij lang, moet ik zeggen, maar als je terugkijkt, dan ben je alle pijntjes vergeten en alle moeilijkheden en denk alleen maar terug aan de fijne dingen. Dus achteraf gezien viel het erg mee, moet ik zeggen. Hey!